Het is vandaag zaterdag. Leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. Ik klik op belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. Ik ben weer een stukje aan het kijken dat ik film hoe ik aan het kijken ben naar mezelf. En nu weer naar mezelf en dan weer naar mezelf. Dat klinkt heel egoïstisch, maar ik ben de lijfchat aan het doen. Dus daar ga ik even verder mee. Ik ga zo naar het manege, ga ik huiswerk maken samen met Maren. En ga ik Blondie en Boris wassen. Hallo, daar ben ik weer. Hi. Ik ben in de trailer. Tada. Hier weer even alles ingericht. Ik heb hier mijn supermooie schooltas staan. Tasje, waar spulletjes in zitten. Krukje. Tas met eten. Extra jassen en vest. En heb ik hier een dekentje liggen. Hier halsters en wat afval. Want ik heb net samen met Marlen mijn huiswerk gemaakt. Dat was wel weer even handig. Want zij zit op dit moment in 6 VWO en ik in 1 MAVO. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Dus ik me even wou helpen. Nu ga ik de paarden wassen. En daar heb ik nog de spulletjes voor. Tada! Want gisteren hebben wij bij de horse store een winactie gedaan. Ik weet niet of die nog gedaan moet worden, maar volgens mij hier. Ik ga eerst laten zien wat we zelf hebben gekocht. Ik heb deze van HP Polo. Dat is een hoofdband, zo. En dan kan ik nog gewoon mijn hoge staart houden. En dan, tadaa. En dan hebben we ook een mok zelf voor vrouw. Dan de dingetjes die ik ook ga gebruiken, omdat ik morgen natuurlijk wedstrijd heb. Dan ga ik vandaag gebruiken deze High Gloss shampoo. Hiermee wordt het lekker schoon. Dan heb ik ook nog een ander soort shampoo. Dat is deze. Dat is voor na het rijden. Dat is een soort olie shampoo-achtig iets. Dus ik hier kan deze met pepermunt. Kan ook ruiken. Zo, die ruikt lekker. Deze die heb ik ook al een keer eerder gekocht. Denk 3 jaar geleden bij het Horse Event. En toen had Kim er eentje en ik er eentje. En toen heb ik mezelf ook met dit gewassen. Dat was volgens mij lavendel. Dan heb ik nog hoefolie voor de hoefjes. Dat die ook mooi en lekker gaan glimmen. Dan heb ik High Gloss Spray en High Gloss. Er zijn 2 verschillende. Staat bij allebei een ticker. Dit is om het vuil van je paard te verwijderen. Ik heb natuurlijk een lichte pony. En dan is het wel heel handig als ik deze heb. En dan deze is voor de staart en de manen voor anti-glit. Hiermee moet ik wel oppassen zijn je daar nog. Omdat als ik natuurlijk ga vlechten dat het dan niet in de knoop gaat zitten. Dit ga ik na het wassen er ook in doen. Omdat de staart lekker zacht blijft. Daarna doe ik bij ze alle 2 een vlecht erin. Ik begin vandaag met Boris even te wassen. Ik ga zijn staart doen en zijn manen denk ik misschien ook nog wel. Dan is zijn manen maak ik even snel hele losse vlechtjes. En in zijn staart maak ik een invlecht. Vanavond ga ik ze altijd ook nog rijden, dus daarom doe ik het nu ook in de middag. Dus ja. Vrona die ga ik in de stapmolen zetten samen met Blondie. En daarom begin ik dus met Boris. Ga ik dit weer even mijn tasje doen en dan ready to go. Ik moet toch maar niet naar buiten gaan, want het regent best hard. Het is nu wel al wat minder aan het regenen. Dus ik ga met dit supermooie tasje dat ik net heb ingepakt. Kijk, het ziet er echt heel mooi uit zo. Van hier ook nog. Ga ik nu naar Blondie en Boris toe en dan ga ik Boris lekker passen. Zo, ik heb Boris gewassen. Ik zie er inmiddels wel een hazenstaart. Ik zie er inmiddels wel wild uit. Ik heb hier een longeerzweep en de lijn en Vroontje. Ik ga Vroon nu even 20 minuutjes freestylen. En dan ga ik daarna Blondie wassen en dan ga ik naar huis toe. Dan heb ik mijn ochtendje wel gehad. Maar nu eerst even Vroontje.
Zo, we zijn inmiddels 20 minuutjes verder. Vrouwtje die vond op de linkerhand, nou vindt, op de linkerhand van draf naar stap heel lastig. Dat heb ik even aan de hand met haar geoefend. Mag ze nog even 5 minuutjes haar ding doen. Dan gaat ze weer in de molen. En dan ga ik Blondie wassen. Ga ik wel even snel doen. Want ik heb niet heel veel tijd meer. Maar ja, dat maakt niet uit. Zo, de ochtendronde zit erop. En ik ben naar huis toe gegaan. Ik heb even lekker gegeten. En nu is het weer tijd om naar beneden te gaan. Dus weer samen met moeders. En dan heb ik samen met Blondie en Boris les. Moet ik even kijken wie ik eerst doe en wie ik daarna. Dat komt denk ik wel goed. Ik eerst Boris. Oh ja. Boris heeft iets minder lang nodig dan Blondie om dat te doen. Omdat er gewoon over gepraat wordt. Ja. Maar ja, wij gaan naar beneden toe. En als je het overhangen niet voelt, dan kun je er voortdurend daaruit door te draven. Hè? Zo, ja. Dus als je denkt, nou, deze overgang was lekker voor elkaar, dan draaf je eruit door. Heel schoon zitten. Ja, daar. Denk aan het voelen van de schouder. Niet zijn mond opsturen. Als het de schouder. Aangezeven in de boom in draf. Zeker, rechterhand. Ja, hij hoeft niet hard, maar je maakt jezelf lang. Dus je houdt aan je zitcontrole en je benen een mooie open pas. Harder rijden. We gaan het even opnieuw doen. Let op, je hebt super goed gereden. Je moet opletten dat je morgen niet harder gaat rijden, maar dat er wel een beetje energie in zit. Dus let op dat het niet te veel aan de nog rummelende teugen wordt. Ja, zo. Dit is gewoon een keelklier. Die is alleen maar heel strak zitten houden. Zo. Op je zit, maak jezelf maar lang. Ik heb stress. Het is vandaag zondag. Ik heb wedstrijd samen met Blondie en Boris. Ik begin met Blondie. Ik kan geen 2 dingen tegelijkertijd. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja hoor. Nou, we gaan nu even je opzamelen en dan kan je los gaan rijden. Ja. Nou, na Blondie, Boris. Boris die ziet er heel spannend uit met oranje springschoenen en blauwe pitskappen. Beetje Hollands typisch. Hou mooi recht. Goed zo. Hey Tess, het is leuk hè? Het is leuk. Ontspan, meis. Je hebt het al goed gedaan. Zo, ik ben weer thuis na 4 proeven. Ik ben echt super trots op alle 2. Geen passie. Ik ben echt super trots op alle 2 de ponies. Ze hebben het super goed gedaan. Hallo, het is vandaag maandag. Ik ben hier samen met Blondie. Vrootje staat erachter en Boris had natuurlijk ook in zijn eigen stalletje. Ik heb vandaag al wat gedaan. Ik heb Blondie. Zo. Bleh. Ik heb Verona en Boris heb ik gepoetst. En even mooi schoongemaakt. Nu ga ik Blondie longeren / freestylen. Ja, hè, Bassie. En dan daarna ga ik Blondie ook poetsen. Zo, ik ben met Blondie in de bak. Ik heb nog 2 minuutjes ongeveer. Ze heeft even lekker haar. Ze kon even lekker haar ei kwijt. Ze heeft even een paar rondjes heel hard gegaloppeerd. Vond ze even fijn. Ze is nu even zichzelf aan het uitstappen. Ik ga even dit zootje opruimen en dan. Oké, dat zag er niet heel mooi uit. Ah, ja, helemaal mooi. Ga ik Blondie even lekker poetsen. Maandag,
En het regent buiten. Dus nu rij ik mee in de les. Mee met de juf die hier met haar hondje Jill is. Dus we zullen goed luisteren vandaag. En we hebben er zin in. We hebben hard gewerkt. Even bij Jill kijken. Jill houdt niet van paarden, dus we houden gepaste afstand. Zo. Dan ligt ze lekker. Vroon is heel nat. Het had gewerkt. En ook ik heb lekker gereden. Het was leuk. Het is fijn om binnen te rijden als het zo rot weer is. En ook gezellig om tussen de kinderen rond te hobbelen. Voor Vroon ook weer wat anders. Dus ik heb lekker gereden. Afstaan en dan gaan we naar huis. Het is vandaag woensdag. We zijn onderweg naar de manege. De paarden die zijn vandaag bekapt, gekapt met de hoefsmid. Door de hoefsmid. Nieuwe ijzertjes. Ze alle drie toch? Ja, de regel van de juf is, als ze bij de hoefsmid geweest zijn, dan kan je niet, of dan moet je niet rijden. Dus dat doen we dan ook niet. Gisteren heeft Elisa de paardjes gedaan. Vandaag zijn ze dus ook nog vrij en dan gaan we morgen weer aan de bak. Maar laten we het nu even houden op vandaag. We gaan naar de manege. Alles vol op stal, de molen wordt gemaakt, tenminste het dak. En daar zijn lessen en het is nat. En de paarden zijn bij de hoefsmid geweest. Oh, die worden nu ingehaald. Dus we dachten, dan gaan we maar buiten omwandelen met ze. We hebben hun beweging. En wij hebben hun beweging, sorry voor de wind. Ik heb even geen andere camera. En nu zijn we een tijdje bezig. Vrouw gaat heel keurig. En Blondie die is er niet altijd even mee eens. Daar. Nou, Blondie die wil nog niet helemaal doen wat er gebeuren moest. Dus ik heb Blondie. En brave vrouwtjes met test mee. Ja, vrouw is ook nergens bang voor, behalve buiten. En als ze achter mij aan kan lopen, vindt ze alles een gauw prima. Dus helemaal goed. Ik loop hier samen met Boris. Ja, he. Het regent alleen een beetje. Nu ga ik samen met hem even naar stal. Mijn moeder die heeft hem gelogeerd. Ik heb de hapjes ondertussen gedaan. Wij gaan of thuis of hier, dat weet ik niet. We gaan nog een unboxing doen voor Montar. En dan, ja, moeder is al naar de kastjes gelopen. Dus ja, dat kunnen jullie zien op Instagram. Oh nee, op YouTube. Weet ik eigenlijk niet. Het is donderdag vandaag en daaronder is Tess bezig met Blondie. Die heeft zometeen springles met Blondie. Ik ga Vroon, die siert. Vroon? Hoe? Ja, ja. Ik ga Vroon straks rijden, maar ik ga er nu heel veel spoedsen. Want ik wil zo de springles even filmen. En ze gaat daarna met Boris nog dressuur rijden. Maar ik wil ook rijden. Dus dan moeten we maar even samen. Tess heeft een nieuwe herfstcollectie van Monter. Een super gaaf dekje. Maar ja, dat hebben jullie gezien in de unboxing, want die gaat ze straks opdoen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien zometeen. Daan, ik vind Blondie dik. Ja. En Boris eigenlijk ook. Moet ik er iets aan doen? Nou, ik denk dat je er niet heel veel aan hoeft te doen. Want de paarden voelen natuurlijk aan het weer en aan de dagen dat het zeg maar de dagen korter licht zijn en langer donker, dat de winter eraan komt. Dus vanuit de natuur doen de paarden dan eigenlijk natuurlijk een beetje een vetlaagje maken. De paarden zelf, zeg maar hun oergenen, die weten natuurlijk niet dat wij ze dadelijk gaan scheren en een dekentje opdoen, want dat we dat vorig jaar hebben gedaan, zijn ze al lang weer vergeten. Dus daarom, ja, toch omdat ze merken dat de winter eraan komt, al ben ik daar zelf persoonlijk niet heel blij mee, gaan de paarden zich eigenlijk daar wel op voorbereiden. Puur omdat de natuur ze dat aangeeft of toegeeft. Of weet ik veel, maak er een leuk woord van. Want de ponies krijgen nu niet meer voer als dat ze van de zomer hadden. Ze kunnen het wel goed in de gaten houden dat ze natuurlijk niet te dik worden. Waardoor je misschien ooit een bevangen paard kan krijgen. Goed, succes. En ga je hierin lekker een beetje achterdraaien. Je hoeft niet achter elkaar komt standen achter te maken, maar doe ze twee voltjes links. De hand veranderen, twee voltjes rechts. En als je recht uit rijdt en je krijgt die spanning in het lijf, of nou ja, zeg maar dat ze strak wordt.
te rekken. Dat je eigenlijk hier ook aan ziet dat ze toch de lijf ietsje... Zo, ja. Ietsje te vast houdt eigenlijk, of te strak. Dat ze ietsje meer de spieren op mag rekken. Ja, goed zo. Geeft niks. Waarom doet ze dat? Weet ik eigenlijk ook niet. Oh, ik denk dat nu een heel mooi verhaal. Nee, dus. Ze had hem niet verwacht in galop, denk ik. Dus blijf in je eigen energie kalm, hè. Ze mag heel simpel zo. Remmen los, ja, als een eekhoorn. Wel zachtjes je kuit aangesloten houden aan de buik. Goed zo. Blijf inwerken, ja, blijf inwerken. Zo, ja, niet verstijven in je arm. Zo, ja. Hè? Houd controle over die galop. Ja, zo, ja. Heel goed. Grappig, hè? Dan doet ze net hartstikke mooi en nu weet ze het dan even niet meer. Ja. Zo, ja. Geeft helemaal niks. Gewoon rustig die ding blijven doen. Totdat zij ook weet dat het eigenlijk niet zo heel fijn voelt als je alleen maar keihard er doorheen komt. Die doen zeg maar echt een soort cross-hindernissen, maar meer het doel, kijk die Amerikanen en zeker in die huntersport, daar moeten de ruiters in verlichten zitten, dus echt balans op zichzelf. Die paarden moeten gewoon lekker simpel galopperen, zelf mooi de afstanden kijken en het liefst vanaf het moment dat ze aangalopperen, het hele rondje met alle hindernissen en totdat ze stoppen met galopperen, hetzelfde tempo. Dat is eigenlijk je doel. Dan kun je zeg maar, als je zo het been door kan rijden, ga je ook daar hele hoge stijlpunten en met oranje linkjes thuis komen. En dan kun je ook een keer dadelijk in het L gas bijgeven. Maar als je nu in het B al een soort zo doorkomt, dan heb je in het L geen gas meer bij. En dan kun je gecontroleerd kun je rondrijden. En tuurlijk is het op wedstrijd altijd spannend, hè. Dus we gaan ook een keer op wedstrijd dat je onderweg denkt, ho, ho, rustig aan. Maar het hoort er allemaal bij. Goed zo. Exact hetzelfde nog. Het is op dit moment zaterdag. Normaal gesproken filmen wij niet meer op zaterdag. Maar gisteren ben ik helaas vergeten af te sluiten. Maar gisteren hebben we de paarden in de paddock gezet en stapmolen. En daar hebben we niet van gefilmd. Sorry. Super leuk gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer als je toch bezig bent. Abonneer op de rode knop hier beneden. En klik op het belletje. Vind het belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!